Goedemiddag mensen, hier een nieuwe Kostels Krij. En het gaat even over een klein voorproefje van de Esslinger DZ10. Dat is een vliegtuigsleper. We werden wel eens gebruikt op aircraft carriers. Karel Doorman is ook zo'nzelfde soort gebruikt. Voor vliegtuigen is zeg maar in kleine ruimtes te verslepen. Er ligt een OM636 Mercedes 4-cylinder diesel in. 38 pk of zo. Dus maar het weegt behoorlijk veel. Ik ga hem nou gewoon even snel proberen te starten, want ik wil hem alleen even plaatsen. Maar ik kom daar zeker op terug, om nog gewoon even dingen te laten zien en onderhoud. En ik heb hem net pas binnen, maar ik wil hem nou gewoon heel eventjes starten en wegrijden. En dan hebben jullie vast wat gezien ervan. De camera. Het waait best wel stevig vandaag. Dus ik ga hem even breed zetten. Dat was even poef. Gelukkig is hij nog heel. We gaan gewoon door. We gaan nog een keer volgen. Ja, het is een heel oud machientje, 1962, motoren zijn natuurlijk echt weer oud. Dus ja. Nog eventjes jongens. Hij wil wel. Nou, het zit niet mee met de wind vandaag, maar hij draait. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop de volgende keer dat hij wel blijft staan. Tot de volgende!